Hey vriendinnen, we zitten nu in Nederland, in de provincie Brabant, in het plaatsje Dongen. En we zijn hier bij Van Kranenbroek, het hele grote tuincentrum in Nederland. En Van Kranenbroek, die hebben ook altijd een Halloween-afdeling en we zagen ook al reclame buiten hangen van de kerstafdeling. Ja, dus tijd om naar binnen te gaan en eens te zien wat ze hebben, hè. Nice, een halsketting van tanden en doodvogel. Ja, leuk. Dat is nu voor mij puur een Halloween, hè. Dat is puur een horror. Iemand in zo'n Tiroler pak. My god. Ik ben aan het solliciteren voor de rol van Pennywise. Dat is iets. Dit is de kostuumafdeling, dus hier kan je dus zien welke kostuums je wil. En aan de andere kant, de andere rij helemaal, daar hangen de kostuums om te passen. Ik heb voor mijn eigen kostuum, zal ik het al laten zien? Nee, ik mag het nog niet laten zien. Het is een verrassing voor mijn Halloween. Want we hebben natuurlijk ook weer een Halloweenfeest samen met Jan en de Walter en Bouda en Cliff. En ik heb in ieder geval mijn kostuum al. My daughter from another mother. wat is het geheim, hè? Nee, je moet hem aanraken. Je moet kloppen. Zo, dat was het. Van Kranenbroek, onze derde Halloween shop. Shopvlog in Dongen zaten we. Dat is in de provincie Brabant, dicht tegen Breda. En ongeveer een half uurtje, drie kwartier rijden vanuit Antwerpen. En er zijn verschillende van Kranenbroeks. Dus je kan zelf opzoeken online welke voor jou het dichtste bij is. Maar ze hebben een heel leuke, mooie Halloween afdeling. En de kerstshow die staat er trouwens ook al. Ik zei het al, dat is voor een aparte vlogserie waarin we weer alle kerstmarkten gaan afdoen die er zijn. Dus vragen, opmerkingen, wat dan ook, zet ze beneden. Ik zal er zo snel mogelijk proberen op te reageren. Als je zelf zoiets hebt van, hey, die winkel moet je zeker bezoeken. Die hebben enorm leuk Halloween materiaal. Laat het ons weten. Alle informatie over de winkel zelf kan je vinden op Jan zijn website halloweenwinkel.nu.
En daar krijg je alle informatie over de winkels, foto's en ook de links naar de websites, als ze websites hebben natuurlijk. Dus ja, dat is het. Voilà. Ah ja, vergeet niet te luisteren naar Halloween Radio. Ja, als je echt in de sfeer wilt geraken van Halloween, zeker naar luisteren. Halloween Radio online. Er is een afvang ook zelfs in de App Store. Dus voilà, dat was het. Tot de volgende!